Dames en heren, hartelijk welkom. Vandaag geen politiek, maar een totaal ander programma. En waar gaan we het over hebben? Over de verkeersveiligheid in Nederland en dan uiteraard ook specifiek in Bunschoten-Spakenburg. Aan de tafel zijn mijn twee gasten, Nico Geertsema en Marius van den Bergmortel, beide bestuursleden van de afdeling Veilig Verkeer Nederland in Bunschoten-Spakenburg. Heren, hartelijk welkom. Fijn dat jullie mijn gast willen zijn. Ja, er is natuurlijk binnen veilig verkeer of veilig in het verkeer is er natuurlijk heel veel te doen. Hè. Er is binnen Nederland, maar ook zeker binnen onze afdeling Bunschoten-Spakenburg, proberen we zoveel mogelijk om veilig te zijn in het verkeer. Nou, we hebben een aantal dingen die we denk ik bij de kop kunnen nemen en waar we met elkaar over willen spreken. En een van de eerste dingen, denk ik, die belangrijk zijn om eens even over te hebben, is van Veilig Verkeer Nederland. Hoe is dat nou landelijk georganiseerd? Er is een landelijke organisatie en die heeft zijn hoofdkantoor in Amersfoort. Dat is hier vlakbij. En daarnaast zijn er districten. Wij maken bijvoorbeeld onderdeel uit van het district West. Dat is de provincie Utrecht, Noord-Holland. En ook een stuk van Zuid-Holland. En zo zijn er ook andere districten. En dan daarnaast heb je de afdelingen. En eigenlijk de meeste gemeenten in de provincie Utrecht hebben een afdeling. Sommige afdelingen zijn slapend, die doen weinig. Andere afdelingen zijn heel actief. Bunschoten is denk ik een behoorlijk actieve afdeling. Maar onze buurgemeente Baren heeft ook een hele actieve afdeling. En hoe is dat bijvoorbeeld een grote gemeente als Amersfoort? Nou, Amersfoort heeft wel een afdeling. Die heeft een tijdje op zijn gat gelegen, maar dat gaat nu beter, heb ik begrepen. Maar het is daar toch wel wat moeilijker dan hier. Want daar is bijvoorbeeld geen praktisch verkeersexamen voor de scholen. En nou ja, gelukkig hebben we dat hier wel. Ja, dus Amersfoort, het wil niet altijd zeggen dat de grootte van de gemeente ook zeg maar de grootte van een afdeling te zijn. Nee, want het zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Alle leden van de besturen zijn vrijwilligers. De landelijke organisatie heeft natuurlijk beroepskrachten en districten. Maar verder is alles vrijwilligerswerk. Ja. Hoe is nou de relatie zeg maar tussen het district en tussen de afdelingen? Zijn daar goede contacten mee? Ja, er zijn uitstekende contacten. Het is natuurlijk dichtbij. En je kan altijd terecht met vragen, als je een actie doet, je hebt materialen nodig. Zoals laatst met de Bunschoten Boeren en Beestenboel, dan stellen ze alle materialen die we daarvoor nodig hebben beschikbaar. Ja. Nee, dat loopt goed. Nou zegt het eigenlijk al, veilig verkeer, veilig in het verkeer. Hè. De grote doelstelling is om zeg maar voor al de ongelukken of het dode, de dode aantallen die in het verkeer vallen, om dat terug te dringen? Ja, nou ja, eigenlijk gaat het, zit daar nog iets voor. Wat we willen is dat alle mensen, alle weggebruikers op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen. En dan denken we ook aan de kinderen, maar we denken ook aan de ouderen. Die moeten ook op een veilige manier aan het verkeer kunnen deelnemen. Zou je de kinderen en de ouderen uit het verkeer halen, zou er een stuk minder ongelukken gebeuren. Maar dat zou geen goede zaak zijn. Nee. We moeten rekening houden met elkaar in het verkeer. Ja. Hoe hebben jullie het gevoel dat het leeft, zeg maar, verkeersveiligheid? En dan met name, we komen daar straks even op, binnen Bunschoten-Spakenburg. Ik denk dat iedereen een mening heeft over het verkeer. Iedereen is erbij betrokken, want we zijn allemaal weggebruikers. Ik denk alleen dat het er wel een beetje van afhangt welke rol mensen hebben. De rol van een bewoner is vaak een hele andere dan de rol en het belang van een automobilist. Mensen klagen soms dat het te hard in een buurt wordt gereden, ja, terwijl het dan de bewoners, meestal de bewoners zelf zijn die te hard rijden. Ja. Maar het leeft wel. Nou zie je dus eigenlijk steeds meer, ook in het dorp, dat we dus naar die 30 kilometer zones gaan. Hè? Ja. Nou, het gevoel soms voor mezelf ook is dat er vaak toch heel erg hard wordt gereden. En niet dat ze zich niet houden aan die 30 kilometer. Is dat nou dat de mensen zichzelf daar niet van bewust zijn, dat het gevaarlijk kan zijn? Of is het dan van nou, en dan met name hoor je vaak de jongeren die dan heel erg hard
rijden door woonwijken. Ja, mag ik even daarop inhaken? Ja. Want ik heel veel van die problemen in de verkeerscommissie krijg op de gemeente. Het gevoel dat er te hard gereden wordt, dat overheerst namelijk. Want als wij meldingen krijgen dat er in een buurtschap te hard gereden wordt, dan worden er metingen verricht. En dat blijkt heel vaak uit dat dat best meevalt. Maar de mensen ervaren het wel als te hard rijden in die wijk. Terwijl ze toch onder die 30 kilometer zitten, de meeste. En een enkeling zit daar natuurlijk boven. Maar dat zijn maar enkelingen. En meestal, wat al gezegd werd, mensen die in die buurt wonen. Want anderen hebben daar niks te zoeken. Ja, alleen als ze op bezoek komen. En dan, dat is maar een enkeling. Dus ik bedoel, het is vaak de gevoel van onveiligheid, van te hard rijden, die overheerst. Er zijn natuurlijk wel straten, ook in Bunschoten. Denk bijvoorbeeld aan de Bachlaan, de Beethovenlaan, die in een 30 kilometer wijk liggen, maar nog niet al zodanig ingericht zijn en waar inderdaad wel behoorlijk hard gereden wordt en kan worden. Maar dat is vaak een kwestie van geld. Hebben we geld ter beschikking, dan zou daar wat aan de kruispunten gedaan kunnen worden. Een plateau of nog een enkele drempel erbij. Maar heel veel dingen hebben te maken met geld, met financiën. Maar nou, even kijken naar de drempels. Hè. Er zijn heel veel verschillende drempels in het dorp. Hè. De ene is lager, de andere is hoger. Sommigen die worden vervloekt omdat ze dus in hun gevoel veel te hoog zijn. Maar zo'n procedure, de buurt klaagt dan over zeg maar, dat het hard gereden wordt. Dat wordt door de gemeente bekeken. En dan wordt er een drempel gelegd. Hè. Mm. Is dat nou altijd de juiste oplossing, denk je, zo'n drempel? Nou, in een 30 kilometer zone kun je niet heel veel meer als een drempel aanleggen. Om te werken met wat ze ook wel doen, maar dan moet er veel meer verkeer zijn met een soort poortconstructie. Dan moet er ook meer verkeer zijn, want als er geen verkeer is, ja, dan hoef je ook niet in te houden voor de tegenligger. Dus ja, dan is dat geen oplossing. Dus het komt er toch al meestal op neer dat het met een drempel de snelheid eruit gehaald moet worden. Ja. Maar er liggen er heel veel in het dorp, hè? Ja, daar willen we wel een klein beetje van af. Want ja, je hebt natuurlijk niet alleen te maken met mensen die daar rijden voor hun plezier of omdat ze er moeten zijn. Maar je hebt ook te maken met hulpvoertuigen. En die zijn gebonden aan een bepaalde tijd om ergens te komen. En als je heel veel drempels of obstakels tegenkomen, dan voldoen ze niet meer aan de norm van de tijd die ze er moeten zijn. Dus het is een afwegen van, kan er nog wel een drempel komen of kan er geen drempel komen. Ja. Maar is het ook vaak niet te herleiden zeg maar, tot de discipline van de bestuurder van zo'n auto? Ja, daar is alles op terug te brengen. Hè. De mensen moeten zich daar gewoon aan houden. Er staan overal duidelijk borden van 30 kilometer zone. En ja, het zou natuurlijk fijn zijn als iedereen zich daar zonder dat er een drempel was aan zou houden. Maar helaas gebeurt dat niet overal. Dan moeten we daar maatregelen voor nemen zodat die snelheid eruit gehaald wordt. Is er ook controle op die snelheden door de politie bijvoorbeeld? Nou, in een 50 kilometer gebied, daar wordt nog wel gehandhaafd, noemen we dat. Hè. Daar worden nog wel controles gedaan met laseren en andere apparatuur. Maar in een 30 kilometer zone is dat een vrij moeilijk iets om dat van de grond te krijgen. Daar komt het toch een beetje neer op de inrichting van de straat, zodat ze niet harder kunnen. Maar vooral een kwestie van discipline om er niet harder te rijden als mag. Ja, ja. Ja. En daarbij wil ik nog opmerken dat het ook niet altijd even duidelijk is in Bunschoten waar 30 kilometer zones zijn. De borden staan er wel, maar er wordt vaak uit gewoonte gereden en men weet al niet meer welke borden er staan. En er zijn in Bunschoten maar enkele 50 kilometer zones, of 50 kilometer wegen moet ik zeggen. Dat is de Bikkersweg en de Oostelijke Randweg. En de Groen van Prinsersingel en de Westsingel. En de Kronkels. En dan heb je het gehad. Ja. Maar de meeste mensen die weten niet dat de rest eigenlijk allemaal een 30 kilometer zone is. Ja. Nou liggen er in verschillende straten, hebben ze die grote tegels gelegd, hè, waarop dat 30 staat. Zou dat helpen nog om de mensen attent te maken op het feit dat ze in een 30 kilometer zone terechtkomen?
Ik denk dat alle dingen die we ondernemen op het gebied van aanduiding, dat dat helpt. En of dat dan een tegel is die op de, in het wegdek ligt van 30 kilometer, die zien ze denk ik eerder als een bord wat hoger staat. Ja, en ik denk dat alle dingen die we aanbrengen, helpt. Maar het moet wel overzichtelijk blijven natuurlijk. Ja, oké. Okay. Nou, kijken we even naar de afdeling, uiteraard natuurlijk Bunschoten-Spakenburg, een actieve afdeling, daar gebeurt heel veel. Ja, ik wil graag met jullie wat van de activiteiten doorlopen en dat jullie even vertellen van ja, wat er dan georganiseerd wordt en hoe dat dan ook zeg maar ja, overkomt ook natuurlijk bij de Bunschoten, bij de Spakenburger, hoe dat gaat. Nou, de eerste maar even, de alcoholcontroles. Daar is Veilig Verkeer Nederland, de afdeling wordt daarbij betrokken. Hoe gaat dat in zijn werk? Nico? Ja, nou, controleren doen we natuurlijk niet zelf. Het is de politie die de controle doet. Wij zijn daarbij aanwezig. We kunnen soms een folder uitdelen. We kunnen een praatje maken na afloop met de bestuurder. En als ze het goed gedaan hebben, een bobsleutelhanger of een ander, ja, ander cadeautje geven. Als ze dus alcoholvrij achter het stuur zitten. Ja. Reacties die je denk ik vaak hoort van mensen, hè, bij zo'n alcoholcontrole. Kun je daar iets van zeggen? Ja, sommige mensen vinden het leuk. Die zeggen, oh, mag ik eindelijk eens blazen? En er zijn ook mensen die het vervelend vinden, want die hebben net haast. En dan moeten ze wachten, in de rij staan. Als het hier in het dorp gebeurt, gebeurt het vaak op meerdere plaatsen tegelijk. En dan kan je treffen dat mensen zeggen, ja, maar ik heb daar net al geblazen en nou moet ik weer. Ja, maar ja goed, daar heeft de politie uiteraard geen boodschap aan. Want anders zou het een makkelijk smoesje zijn om er onderuit te komen. Maar de meeste mensen die snappen dat het nodig is en die werken eigenlijk goed mee. Ja, dus over het algemeen genomen dat Veilig Verkeer daarbij is en zeg maar de stimulans van de sleutelhanger is best wel leuk, wordt leuk ervaren. Ja. Ja, oké. Okay. Fietsverlichtingscontroles, heel belangrijk denk ik, want ja, in het donker zonder licht is eigenlijk gevaarlijk, soms zelfs levensgevaarlijk. Hoe gaan jullie daarmee om, zeg maar, in Bunschoten-Spakenburg? Nou, we streven daarna om in ieder geval 2 keer per jaar een fietsverlichtingscontrole te houden. En dat is 1 keer na de herfstvakantie eigenlijk. Dan begint het weer donker te worden. En dan op de momenten dat de kinderen naar de school moeten. En 1 keer in het voorjaar, ook weer na de lentevakantie, de voorjaarsvakantie. Dat wordt georganiseerd en aangestuurd door de politie natuurlijk. Daar zijn we van afhankelijk. Je moet de manschappen ter beschikking stellen. En wij assisteren daar dus vaak bij. En wat houdt dat assisteren in? Dat wil zeggen als mensen die zonder verlichting rijden, dat wij dan proberen dat ter plaatse te herstellen. Dat wil niet zeggen dat ze dan geen procesverbaal krijgen, hoor. Want ze worden eerst verbaliseerd en dan mogen wij proberen het licht te maken. Ja. En wat blijkt dan? Meestal is het dat ze een automatische verlichting hebben en dat de batterijen leeg zijn. En ik denk dat ze dan beter nieuwe batterijtjes kunnen kopen voor een paar kwartjes. Als dat ze daar komen en ik geloof dat het rond de €44 kost aan een procesverbaal. Dus ga er niet van uit dat die batterijen een levenslange duur hebben, want dat is gewoon niet zo. Controleer regelmatig of laat regelmatig controleren of die batterijen niet leeg zijn. Ja, en hoe ervaren die mensen dat? Hè? Wordt ze ook bewust gemaakt van het feit dat het heel belangrijk is dat je in het donker met verlichting fietst? Want het kan heel erg gevaarlijk zijn natuurlijk. Ja, nou, het is gewoon gevaarlijk. Alleen de ouderen zouden zich dat wat meer moeten beseffen als de jongeren. Kijk, de ouderen rijden zelf ook auto's. En als je bijvoorbeeld, ik noem maar eens over de Zevenhuizenstraat rijdt in het donker, en je krijgt dan ineens een fietser voor je die geen verlichting heeft, die merk je veel te laat op. Ja. Ja? Kijk, en ik kan me nog voorstellen, kinderen, dat die dat besef nog niet zo hebben, omdat ze die ervaring met het autorijden nog niet hebben. Maar dan zou het wel fijn zijn als de ouders op de kinderen letten en daar ook daadwerkelijk eens een keer zeggen, laat ik eens kijken of
je verlichtingen doet. Ja, ja? Ja. En dat controleren en eventueel een nieuw batterijtje erin zetten. Ja. Nou heb ik ook begrepen dat in het bestuur is gesproken over de mogelijkheid om zeg maar de lagere scholen in die donkerperioden eens te bezoeken, 's morgens, om te kijken, van er komen natuurlijk heel veel kinderen op de fiets naar de school, om dan te kijken van hoe die verlichting dan inderdaad geregeld is, of dat dan ook inderdaad klopt. Nou, ja, dat is inderdaad waar. We zijn door de scholen zelf benaderd, en dat vind ik een heel goed teken natuurlijk, of wij niet een ochtend bij hun kunnen komen in de winterperiode, om eens te kijken hoe dat is met kinderen die naar de school komen op de fiets, hoe dat zit met de verlichting. Wij hebben het idee dat er toch heel veel kinderen denken, het schemert nog een beetje, het kan nog wel, of het is maar een stukje. Ja, die verlichting is iets belangrijk. En dat die kinderen dat denken, maar de ouders moeten daar ook op letten natuurlijk. En ik vind het natuurlijk een goede zaak als de scholen nu gaan zeggen en ons erbij betrekken en zeggen van kom ons dus helpen dat we toch dat de mensen zover krijgen dat ze verlichting gaan voeren. Ja. Dus dat wordt een actie straks, zeg maar, van Veilig Verkeer Nederland, vanuit Bunschoten, om de scholen te bezoeken, om te kijken naar van hoe komen die kinderen 's morgens naar school en of die verlichting dan inderdaad in orde is. Ik denk dat inderdaad daar de basis ligt om bij de scholen te beginnen en ja, daarbij wel die verlichtingscontroles die we 2 keer per jaar doen met de politie, om die toch ook te blijven doen. Ja. Dan is er nog een andere categorie, denk ik. Dat zijn met name de kinderen die dan vanaf de basisschool naar de middelbare school gaan in Amersfoort. Is dat ook nog een mogelijkheid om te onderzoeken? Ja, dat is de politie vooral die dat doet. Het is natuurlijk zo, wij zijn vrijwilligers. En ja, 's morgens de tijd dat de schoolkinderen naar school gaan, want dan is het nog donker meestal in de winter, dan zijn wij natuurlijk wat moeilijker beschikbaar. Ja. Nou zijn wij net toevallig alle twee met pensioen. Maar mensen die gewoon een baan hebben en die werken, die kunnen dan niet paraat zijn. Nee, inderdaad. Dat is dan misschien meer gerelateerd aan de politie om daarnaar te kijken. Hè? Ja, oké. Okay. Nou, een van de onderdelen, denk ik, die jullie doen, is met name het verkeersexamen op de lagere scholen. Ja. Ja, dat proces, Nico, dat moet je eens even aan de kijker heel duidelijk maken hoe dat nou verloopt. Want dat is een van de hoogtepunten, denk ik ook, van de afdeling. Hè? Ja, zeker. Het is een van de dingen waar we het langst en het meest druk mee zijn. Ja. Toen ik hier kwam wonen in de 70er jaren en kwam werken, toen was het verkeersexamen er al. Dus ik weet niet wanneer het eerste verkeersexamen geweest is, maar ik denk dat heel veel bewoners zelf al hier examen hebben gedaan. De voorbereidingen beginnen al in november. Want in november worden de scholen aangeschreven. Dan moeten ze opgeven hoeveel leerlingen er examen doen. Veilig Verkeer zorgt dan de afdeling voor de bestelling van de nodige materialen. En dan in april is dan het schriftelijk verkeersexamen. Van tevoren worden alle materialen naar de scholen gebracht, zodat de scholen op de dag van het verkeersexamen, dat is landelijk, 1 datum, dat afgenomen kan worden. En dan komt, wat de grootste klus is, het praktisch verkeersexamen. De scholen kijken zelf eerst het theoretisch verkeersexamen na. Die gegevens krijgen wij. We krijgen lijsten van alle leerlingen. En met die lijsten kunnen we dan de kinderen van een nummer voorzien als ze aan de start komen bij het Rode Kruisgebouw. En dan rijden ze dus met die nummers de route door het dorp. En daar is veel werk aan. Er zijn vrijwilligers die voor post optreden. Die controleren dus onderweg of de kinderen het allemaal goed doen. Joop van Rijnshoeven, jij staat hier bij de Stenenbrug. Jij bent duidelijk zichtbaar en sommigen niet. Waarom dat verschil? Nou, het verschil is omdat hier de kinderen wat meer attent gemaakt worden dat ik hier sta. Want het is een zeer gevaarlijk kruispunt. En dat geeft toch een beetje aan dat ze wat beter op gaan letten en dan ook de regels ook goed handhaven. Waar let je nou op? Ik let onder andere op de plaats van de weg. Of ze wel of geen voorrang nemen of krijgen. En vaak wordt er, de kinderen krijgen vaak geen voorrang, is mij opgevallen op deze kruising. Dit is een ontzettend gevaarlijke kruising. Wat zie je zoal waarvan je denkt van dit is te gek? Wat ik hier allemaal zie is dat er ontzettend hard gereden wordt.
door automobilisten niet goed opgelet wordt. En dat men van de ene kant naar de andere kant rijdt zonder of richting aan te geven of ja, eigenlijk helemaal niet opletten wat men doet. Dat is me wel heel erg opgevallen. Nu krijgen we een situatie. Daar staat ze dus niet echt helemaal goed op de weg uiteindelijk, maar je kan niet anders. En ze wacht eigenlijk op dit moment op de auto die van haar van rechts komt. En nu gaat ze dus goed over. Maar dit zijn moeilijke situaties. Eigenlijk, kijk, je ziet elke keer eigenlijk een beetje dat de kinderen te veel. Dit omkijken is niet echt nodig. En nu gaat ze dus op zich, de plaats van de weg is twijfelachtig in dit verhaal. Daarna moeten al die gegevens weer verwerkt worden en dan moet er gecontroleerd worden wie heeft er nul fout. Want dat is heel belangrijk, hè, nul fout. Want de kinderen die nul fout halen, die kunnen dan later op het gemeentehuis, krijgen ze hun diploma, ze krijgen een presentje en ze worden op een leuke manier in het zonnetje gezet. En dat mag ook wel, want het is echt knap als je dat redt. Ja, die vrijwilligers die staan dus langs de route, die letten heel goed op. En wat het afgelopen jaar erg is opgevallen, is dat er veel fouten gemaakt zijn bij het links afslaan. Veel kinderen vergeten eerst over hun schouder te kijken voordat ze hun hand uitsteken. En er zijn ook veel kinderen die het te laat doen. Dat merk je echt. Dat moet aandacht hebben volgend jaar als de scholen gaan oefenen. Dat niet meer gebeurt. Hm. En dat is zo leuk. We hebben elk jaar een statistiek met alle fouten erop die gemaakt zijn. Ook per school. Nou vinden we het niet zo belangrijk om hier te gaan vertellen welke school het goed heeft gedaan en welke school het slecht heeft gedaan. Maar voor de scholen zelf is het wel heel belangrijk. Een aantal jaren geleden werd heel vaak de fout gemaakt dat kinderen bij het verlaten van de rotonde niet hun hand uitstaken. Daar hebben we heel veel aandacht aan gegeven van let daarop als je met de kinderen oefent. En het blijkt dat daar dit jaar veel minder fouten bij gemaakt zijn. Dus door bij te houden welke fouten er gemaakt worden, heb je kans dat het echt verbetert in de toekomst. Ja. Nou, maar even terug naar zeg maar het schriftelijk. Waar bestaat dat uit? Het schriftelijk examen? Ja, het zijn een aantal meer keuzevragen. Kinderen hebben een plaatje. Bij dat plaatje staat een aantal antwoorden gegeven. En dan moeten ze het juiste antwoord aankruisen. Er zijn ook een aantal vragen bij. Daar gaat het niet per se om goed of fout, maar gaat het erom, toon je verkeersinzicht. Wat is de beste oplossing in dit geval? Dat is dus niet altijd van zo is de regel, maar je moet nadenken in het verkeer. Je kan niet alleen met domweg de regels toe te passen veilig zijn. Je moet ook inschatten wat doet een ander, wat is hier veilig. En dat, nou ja, die kinderen worden dus niet alleen op regels, maar ook dus op inzicht getoetst. Ja. En hoeveel vragen zijn er geweest? Het zijn altijd 20 vragen. 20 vragen, ja, ja. En daar wordt dan zeg maar het schriftelijk op beoordeeld. 20 ja, vragen. Ja. Ja. Nou, dan de praktijk. Ja, ik heb het gezien uiteraard. En wat er ook gebeurt is, er vindt de controle plaats van de fietsen, of die in goede staat zijn, hè? Nu waren dit jaar de twee BOA's die gevraagd waren en die hebben dat denk ik heel erg goed gedaan. Hoe is dat bevallen? Ik controleer of het stuur vast zit, of de handvaten vast zitten, of de bellen doet. En natuurlijk de verlichting, de reflectie in de wielen, de reflectie van de trappers. En ja, natuurlijk kijken we ook even de remmen na. En wat kom je nou zoal tegen? Wat kom je tegen? Vanmorgen zie ik iemand die heeft een redelijk nieuwe fiets. En zie ik dat zijn reservesleutel aan zijn gewone sleutel nog zit. Dat heeft dan wel niks met de veiligheid te maken. Maar voor de rest zie ik ook achterlichten waarvan de batterijen even vervangen moeten worden. En dat zijn wel de meest opvallende zaken tot nu toe. Maar dit is pas de tweede klas, dus we gaan zo nog even verder. Nou, dat is prima bevallen. Het is prettig om naast je eigen mensen van veilig verkeer daar ook dus de politie of in dit geval de BOA's bij te hebben. Omdat ik denk dat geeft toch een stukje extra gewicht. Nou is het zo dat de fietscontrole eigenlijk daarvoor al thuis of op school plaats heeft gevonden. Want het is natuurlijk wel van belang dat je met een veilige fiets op het examen komt. Ja. Het is zelfs zo, is je fiets niet in orde, ontbreekt de bel of zijn de remmen niet in orde of de reflectie zit er niet op, dan mag je niet eens examen doen.
Nee. Dus het is echt van belang dat de fiets thuis en op school van tevoren gecontroleerd wordt. En dan is die controle van die BOA's belangrijk, want dat is dan de stok achter de deur. Ja, ja. Nou, fiets is een route. En heb je nou nog ervaren dat er nog bijzondere dingen zijn gebeurd op die route? Of dat er een kind geweest is die ja, wat vreemd gedrag in de zin van ik heb die route niet gefietst. Is er iets gebeurd? Kun je daar iets van zeggen? Ja, ja. Het is zo dat de kinderen van tevoren de route op school uitgereikt krijgen. Als het goed is, fietsen ze de route ook een paar keer met school. En daarnaast wordt aangeraden, rij die route ook zelfstandig of met je ouders nog eens een keer, zodat je goed weet hoe je moet fietsen. En het komt wel eens voor dat een kind de kluts kwijtraakt. Dat kan zijn doordat er een onverwachte verkeerssituatie zich voordoet. Kinderen werden dit jaar geconfronteerd met een busje wat moeilijk stond te keren op de weg. Ja, en dan zijn ze echt even de kluts kwijt. Dan weten ze het even niet meer. Gelukkig is het zo dat kinderen, als ze onzeker zijn, kiezen voor de veiligste weg. Dan wachten ze rustig even. Ja, ja. Nou is dat toch iets wat je ook ziet bij het examen. Dat kinderen heel voorzichtig rijden als ze ergens moeten oversteken. En dat ze dat soms zo rustig doen dat automobilisten die eigenlijk voorrang moeten verlenen, dan voorrang nemen en dan die kinderen laten wachten. Dat vind ik dan jammer. Ja. Want ik vind, die kinderen moeten natuurlijk laten zien wat ze willen, moeten duidelijk zijn, niet te veel aarzelen, niet te lang wachten. Maar ik vind ze moeten ook de ruimte krijgen om het te leren en om het goed te doen. Ja, nou dan natuurlijk ja, is voor degene die de nulfouten, dus nulfouten in de theorie, nulfouten in de praktijk, dan mogen ze naar het gemeentehuis, dan worden ze door de wethouder vol trots hun diploma uit. Hoeveel zijn er geweest dit jaar? Dit jaar, ik dacht 12. Zeg ik dat goed? Maar ja, jij bent bij de. Ik weet het niet zeker of het er 11 of 12 waren. Ik dacht 11. En er waren er dit jaar 6 op het gemeentehuis op de dag dat het gebeurde. Want de Bavingschool die was op kamp. En ik dacht dat die er 5 hadden. En ja, die hebben we dus niet op het gemeentehuis uitgereikt. Nee, nee. Maar die heeft wethouder Nagel een week later bezocht op school. En daar het diploma overhandigd. En ook wat daarbij hoort, een klein presentje van de gemeente. En nog een klein presentje van Veilig Verkeer Nederland. Ja. Nou, hartstikke leuk, want als ik even kijk naar het totale overzicht van de 271, dan 12 die zeg maar nul fouten zijn, is dat toch een behoorlijke score. Mm. Hè? In verhouding zeg maar, ja, toch wel knap. Ja. Ja, en dan inderdaad Nico, wat je zei over die dat achteromkijken en die hand of die arm uitsteken, dat was wel heel erg hoog, hè, met 269 die dat niet gedaan hebben. Ja, 269 keer is het niet gedaan. 269 keer vaker niet gedaan. Linksaf natuurlijk. Ja, ja, oké, dat is waar. Ja, ja, maar toch een vrij hoog aantal. Ja. Maar goed, desalniettemin. Ja. Ja, dus dat was inderdaad een van de hoogtepunten, zeg maar, die jullie dan meemaken. Ja, nou, en ik dan denk, is het zo dat, als ik nog even mag. Ja, natuurlijk. Dat kinderen die zakken voor het praktisch examen, dat die niet zonder meer gezakt zijn, want die krijgen dan de kans om een herexamen te doen. Ja, ja. Dat is dan meteen ook de kans voor de kinderen die ziek waren op de dag van het praktisch examen, om het dan alsnog het praktisch examen te halen. Maar dan gaan we met een klein groepje kinderen fietsen. En dat gebeurt dan meestal een week of 2 weken nadat het echte examen is geweest. Ja. En dan is het een afronding zeg maar van het geheel. Ja. Ja. En dit jaar kan ik zeggen dat alle kinderen dus ook geslaagd zijn. Sommigen met een herexamen, maar ze hebben dat diploma en ze hebben het verdiend. Ja. En nou maar hopen dat ze zich ook houden aan wat ze geleerd hebben. Ja, dat is het belangrijkste van alles, denk ik. Ja. Ja. Nico en Marius, heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. We hebben heel veel onderwerpen besproken. En dit is het eerste deel van het gesprek wat we gehad hebben met elkaar. En straks gaan we uiteraard ook het tweede deel uitzenden van de veiligheid binnen Bunschoten Spakenburg. We hebben gezien de hoeveelheid onderwerpen, dit geknipt in tweeën. En volgende week ziet u het tweede deel over de verkeersveiligheid in Bunschoten Spakenburg. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Dag.